Hoe worden nou al die weldaden mijn eigendom? Het catechisme zegt, door ze aan te nemen. Nou kun je alleen iets aannemen als iets aangeboden wordt. Als ik op bezoek kom en er zou op tafel een schaal staan met koeken. En ik zou zo even zo die schaal en zo dezelfde koek afhalen, dan steel ik. Die koek staat er wel, met een bepaalde bedoeling misschien, maar ik heb er vanaf te blijven. Maar als de gastvrouw die schaal mij voorhoudt, dan mag ik daar zo'n koek van nemen, aannemen, want die wordt mij aangeboden. Met de bedoeling dat ik die dan ook zou aannemen. En zo worden ook in de prediking ons Christus en al zijn weldaden in de belofte aangeboden. Met de bedoeling dat wij ze zouden aannemen. Nou kun je dat woord aannemen op een hele verkeerde manier opvatten. Dat weten we. Je kan daar natuurlijk een hele activistische kant mee opgaan met dat aannemen. Alsof wij dat uit onszelf kunnen. Nou, dan ben je een remonstrant. Toch heeft die catechismus het hier wel over aannemen. Ze hebben niet gezegd dat zo'n fout woord, dat moet je ten alle tijden vermijden. Nee, het staat er wel. En niet alleen de catechismus, wat veel belangrijker is in de Bijbel zelf. Daar kom je ook dat woord aannemen tegen. Johannes 1, vers 14. Doch zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij kracht gegeven, macht gegeven, kinderen Gods genaamd worden die in zijn naam geloven. Het is trouwens heel opmerkelijk, in de Grootnieuwsbijbel, Johannes 1, vers 14, staat, doch zovele hem ontvangen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. En in de Statenvertaling staat, doch zovele hem aangenomen hebben. Als het omgekeerde had gestaan, in de Grootnieuwsbijbel, zoveel hem aangenomen hebben en de Statenvertaling zoveel hem ontvangen. Dan zie je wel, dat is echt weer de Grootnieuwsbijbel hoor. Die gaan er weer zo activistisch mee aan de haal. Maar nou heel opmerkelijk. Dat in die Grootnieuwsbijbel staat, zoveel hem ontvangen hebben. Dat klinkt ons veel vertrouwder in de oren. En die oude Statenvertaling, die heeft nog zoveel hem aangenomen hebben. Zoals het hier ook in de catechismus staat. En zelfs in de Dordtse leerregels, nota bene tegen de remonstranten, dat is duidelijk, kom je verschillende keren dat woord aannemen tegen. Hoofdstuk 1, artikel 4, die het evangelie aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtige leeftijd om omhelzen worden van hem van de toren Gods en van het verderf verlost. Dus je kan niet zeggen dat aannemen een onbijbels woord is. Je kunt ook niet zeggen dat het een ongereformeerd woord is, want het komt in de belijdenisgeschriften ook tegen. Iedereen in wie de Heere werkt, die gaan hem aannemen. Daar ben je persoonlijk bij betrokken. Het is door zijn genade dat een ziel hem aanneemt. Ik ben daar wel bij betrokken. Genade komt niet in mij als door een infuus. In een ziekenhuis krijg je een infuus, daar doe je niks, alleen het slangetje, en dan komt er binnen, hoef je niks voor te doen. Al ben je diep in coma, maakt niet uit, komt toch binnen. Maar zo werkt God niet. Dat is juist de Romeinse kerk, die had over de gratia infusa, de ingestorte genade. Nee, zeggen de gereformeerden, zo gaat het niet. Het is door het geloof. Daar zijn wij zelf bij betrokken. De Heere werkt het geloof waardoor wij hem dan ook gaan aannemen en zijn weldaden.